spreek je naam uit? Ray Bean. Ken je Ray-Ban zonbrillen? Ja. Ken je Mr. Bean? Ja. Ray Bean. Oh, nice. Oké, is goed. Dan neem ik even een introotje op. Moet je erin laten zitten, schappen. Ja, nou, dat was... Dan kan je de later maar uit... Yes. Maar heel veel intro? Oké. Okay. Yes, jongens, welkom en... Even kijken of... Okay. Yes jongens, welkom en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe aflevering van de Dropshipping Podcast. Wat doe je dit toch goed? Ik zit hier naast Rebien. De klemtoon. De klemtoon. Ik zit hier naast iemand die mij geïnterviewd heeft en daar gaan jullie nu naar kijken. Hij heeft een aantal hele toffe vragen gesteld, vragen die niet heel veel andere mensen stellen. Dus het wordt een heel andere podcast dan jullie wellicht gewend zijn. Dus ik zou zeggen, geniet van de intro en geniet van de podcast. Wordt sowieso een hele goede podcast. Dit is gewoon lekker mysterieus. Ja, oké, okay, gaan we doen. Dit is de Meer Succes Podcast. Een podcast waar ik mensen ga interviewen die al redelijk wat succes hebben behaald in hun leven. Joshua. Die meer succes hebben dan ik. Dit gaat toch niet zo uit, Jordan, toch? Nee, dit is de Meer Succes Podcast. Een podcast waar wij mensen interviewen die meer succes hebben dan ik. Dit is marketing, jongen. Ja, dit is marketing, dit is marketing. Nee, daar gaan we voor, Anyway, dit is dus een podcast waar ik mensen ga interviewen die succes hebben behaald. En Joshua, heb jij succes? Op bepaalde vlakken. Het ligt aan hoe definieer je succes? Ik heb een betere vraag aan jou. Wat is jouw definitie van succes? Succes kan je behalen op meerdere vlakken. Ik vind succes het stellen van een doel wat je graag wil behalen. Daar een commitment voor maken en vervolgens dat doel behalen. En als je zeg maar een plan maakt en je wil ergens naartoe en je behaalt dat, dan heb je op dat gebied heb je succes. Dat kan in business zijn, als je een bepaald bedrag wil verdienen of je wil een bepaalde impact maken en je behaalt dat, dan heb je op dat gebied succes. Ja. Stel je stelt een doel voor jezelf in de sportschool en je behaalt daar dingen in, dan heb je ook succes behaald op dat gebied. Dus dat is eigenlijk mijn makkelijkste definitie van succes. Dus een doel voor jezelf zetten en dat doel halen is via succes. Dus het behalen van dingen die we zelf... Ja, het is iets groter dan dat, maar dat is eigenlijk wel kort hoe het is, ja. Dus om terug te komen op wat je zegt, ben jij succesvol? Op bepaalde gebieden ben ik wel succesvol, op bepaalde andere gebieden ben ik nog niet succesvol. Dan is het natuurlijk een gemene vraag om te vragen welke gebieden je niet succesvol bent. Nou, we hadden het er net al even over kort off-camera natuurlijk. Dus vroeger was ik heel fit. 8-pack, nou misschien doe ik nu even zo'n foto in beeld. Dat scheelt jou, kost jou weer aan het werk trouwens. Oh, oké, tof, thanks. Maar nee, dan hebben jullie een beetje beeld van hoe het vroeger was. En op het moment dat ik ben gaan ondernemen, toen heb ik dat eigenlijk een beetje links gaan laten liggen. Ben ik veel gaan reizen. Ja, leefde ik eigenlijk een beetje het leven als... ja, weet je, je begint een beetje geld te verdienen. Dus je gaat wat meer uit eten, je gaat wat meer feesten en dat soort dingen doen. Dus ja, automatisch ook minder sporten, omdat ik echt puur gefocust was op mijn business en de dingen daarnaast. Dus mijn gezondheid is daardoor achteruit gegaan, fysiek dan. Hè. Mm-hmm. En daar ben ik nog niet succesvol in, maar daar ben ik wel hard aan het werk om dat weer goed te krijgen. Oké. Okay. Dus voor jou is je fysiek op dit moment nog niet succesvol? Nee, nog niet. Maar is dat ook een reden voor jou om je niet succesvol te voelen? Nee, ik voel me over het algemeen wel succesvol. Maar ik weet ook, kijk, je kan niet overal succes in hebben, weet je wel. Je hebt verschillende onderdelen van je leven natuurlijk. Je hebt relaties, je hebt familie, je hebt vrienden, je hebt gezondheid, je hebt business, weet je wel. En ja, ik vind dat je op al die vlakken wel succesvol moet zijn in zekere zin om jezelf echt te bestempelen als succesvol. Jij bent 24, hè? Ja. Als ik jou 6 jaar geleden, toen je 18 was, had gevraagd, Joshua, wil je succesvol zijn? Dan had jij gezegd. Ik denk dat iedereen succesvol wil zijn. Maar mijn vraag aan jou is, wat was dan jouw ideale beeld geweest van een succesvolle Joshua? Ik denk, heel eerlijk gezegd, en dat kan een klein beetje arrogant overkomen, maar dat is wel hoe het nu is, zeg maar. Als je mij dat toen had gezegd van, dit is hoe jij bent op je 24e, dan had ik gezegd, nou dat geloof ik niet, dat is veel te ver. Dat had je gewoon niet geloofd? Dat had ik niet geloofd. Maar... Ja, ik had het wel geloofd. Ik heb altijd gezegd ook. Mm-hmm. Ik wist nog tijdens mijn studie HBO commerciële economie. Mm-hmm. Mensen hadden altijd tegen mij van, ja, waarschijnlijk ga je een keer stoppen, weet je wel. Ik zei, ja, dat klopt ook. Ik ga op mijn punten halen. Maar als ik een klapper heb, of als er iets anders op mijn pad komt, als ik weet waar ik succesvol in ga worden, dan kap ik ermee. Dus ik wist altijd wel van, oké, ik ga iets doen. Ik ga niet 9 tot 5 werken. Ik ga iets groters doen. Alleen op dat moment wist ik nog niet wat. En ik wist ook niet in welke mate dat zou zijn. Wat toen bijvoorbeeld, als ik dacht aan 10.000 euro per maand bijvoorbeeld, dan vond ik dat voor mezelf heel succesvol. Oké, dus
Vroeger was jouw ideale beeld van succesvol te bedrukken in geld. En dat was dan 10.000 euro per maand. Want daarmee kon je dan dingen doen. Die ja, onder andere. Ja, vrijheid ook. Wereld rondreizen. Dat, als ik een digital nomad zag. Dat waren vroeger van mijn idolen, digital nomads. Mm-hmm. Als ik iemand zag op een strand in Thailand of Bali met zijn laptopje werken. En surfen ondertussen. Dan zag ik dat wel als mijn ideale droom. Ja. Okay. En als ik dat behaal, dan ben ik echt succesvol. Dus je hebt nu dat behaald. Je hebt al die dingen die je... Heb je nou nog een next level succesvol zijn? Of ben je nu gewoon succesvol en ben je er tevreden mee? Of wat is... Ik denk dat het twee kanten op gaat. Want enerzijds wil je altijd doorgaan. Wil je altijd naar een volgend doel. Mm-hmm. Tony Robbins zegt ook heel mooi, growth equals happiness. En daar geloof ik ook heel erg in. Ik denk als je te lang stilstaat, dat je daar zeker niet... dat je daar misschien wel ongelukkig van kan worden. Als je te lang in dezelfde situatie mm-hmm. zit. Zonder dat je groei ziet op verschillende vlakken in je leven. Maar ik denk ook, en dat heb ik ook wel gemerkt, dat we niet... te vast moeten zitten in steeds maar het volgende doel. Want dan genieten we eigenlijk niet zo heel veel van wat we hebben. Dus ik ben je nu... Je hebt natuurlijk nou... sorry dat ik onderbreek, maar je hebt natuurlijk nou twee mooie auto's gehaald. Ja. En een Lamborghini en een Ferrari. Ja, klopt. Allebei hele mooie kleuren ook. Ja. Geeft dit jou een gevoel van succes? Ja en nee, maar dat bedoel ik te zeggen van... Wat ik nu probeer is om echt dankbaar te zijn voor wat er nu is. En nou ook met echt vol van te gaan genieten. Want zelfs als met die auto's bijvoorbeeld... Ja, ik wist nog dat ik iets meer dan een jaar geleden kocht ik mijn Mercedes CLA 180. Mm. Nou, dat was toen echt de shit. Ik had nog een YouTube-video, mijn droomauto gekocht, weet je wel. Mm. Nou, een paar maanden later ruilde ik die in voor een AMG. Toen dacht ik van ja, dit is wel echt de top. Ik heb een AMG gehaald, weet je wel. Niemand kan meer wat doen, ik heb een AMG. Dit is gewoon, weet je, dit is gewoon de shit. En ik ben er nog steeds super blij mee hoor, daar niet van. Ja, en dan nu koop je een Lamborghini en een Ferrari in één week tijd. En dan denk ik van ja... Die AMG is, ja maar het is zo, die AMG is nu gewoon een auto, weet je wel. Mm-hmm. Net als die Lambo en die Ferrari, dat is nu nog super hype natuurlijk, omdat dat net nieuw is. Mm-hmm. Maar ook dat is straks zo een auto en dan ben je altijd aan het kijken naar het volgende. En ik wil eigenlijk dat, wil ik een beetje vermijden en echt gewoon ja, echt super dankbaar zijn en genieten van wat er nu is. En tuurlijk stel ik wat nieuwe doelen, maar ook vooral zo lang mogelijk gaan genieten van wat ik nu heb behaald, zeg maar. Want anders ga je steeds maar door naar het volgende en dan vergeet je eigenlijk de journey, want uiteindelijk... Het gaat niet om het eindresultaat, maar het gaat om de weg daarnaartoe. Ja. Ook met een auto kopen, ja, het leukste is niet de auto zelf. Het leukste is de weg daarnaartoe, de proefritjes maken langs de dealers, weet je wel. Mm. Dat vond ik het leukste, eerlijk gezegd. Jouw leven lijkt iets te flawless op dit moment. Hoezo? Ik bedoel te zeggen... Er moet iets achter zitten. Alles gaat goed. Het is alleen maar goed. Je hebt je doelen gehaald, het gaat goed. Maar ja. Is er geen Joshua die een tegenslag heeft gekregen? Joshua die... toch met pijn en moeite is gekomen bij de Lamborghini waar hij nu met een glimlach in kan rijden. Ja, tuurlijk wel. Kijk, mensen zien op social media natuurlijk alleen de goede dingen. Dat wordt ook vaak gedeeld. Maar ik vertel ook heel vaak over de fouten die ik heb gemaakt. Over de dingen die misgaan. Mm-hmm. In mijn team gaan er genoeg dingen mis. Ik ben natuurlijk een soort personal brand. Dus ja, af en toe dan krijg ik zoveel berichten. En dan trekt iedereen zoveel aan. Dan denk ik dat ik ook even een soort burn-out verschijnsel heb. Dat ik ook even geen zin meer in heb, weet je wel. Tuurlijk, dat heeft iedereen. En dat hoort erbij. Sorry dat ik je weer onderbreek, maar wat is iets waar je echt mensen voor wil behoeden? Wat is een tegenslag die je hebt gekregen waarvan je denkt van shit man, als ik van tevoren wist dat ik dit kon voorkomen, wat... Durf nee te zeggen, dat doe ik te weinig nog. Ik overschat me soms heel erg in hoeveel tijd die ik heb en de tijd die dingen gaan kosten. Dus ik hou van opportunities, weet je. Ik ben een ondernemer. Zeker in zo'n coronaperiode, ja, dan zie je ook wel van, hey, wie denkt er in beperken en wie denkt in mogelijkheden. Ik ben echt iemand, ik denk altijd in opportunities, ik zie overal kansen in. En ik weet ook van, als ik iets zie, dan weet ik van, oké, ik ga daar een succes van maken. Okay. Maar, dat is ook tegelijkertijd mijn grootste valkuil, daar heb ik te veel projecten lopen, weet je wel. En dat woord werd mij gewoon te veel. Ik denk een paar maanden geleden, een jaartje geleden, dat het echt even te veel werd. Mm. Dat ik echt dacht van, ja, dat doet voor mij allemaal niet meer, ik zat de lol er ook niet meer van in. En dat zie ik ook wel terug bij mijn studenten die ik help natuurlijk. Dat ze zo hard gaan met zoveel nieuwe webshops en zoveel nieuwe dingen bezig zijn. Dat ze eigenlijk alleen maar met werken en werken en werken en werk bezig zijn. En eigenlijk de andere dingen vergeten. Zoals relaties, vrienden, ouders, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel iets, zeker als je ambitieus bent, om rekening mee te houden. Dat uiteindelijk bouw je een business niet om continu 24 uur per dag te werken. Mm. Maar uiteindelijk bouw je een business, zodat dat een voertuig wordt om jouw ideale lifestyle te gaan kunnen leven. En dat zie ik nog wel eens misgaan. En dat is bij mij ook heel erg misgegaan. En daar wil ik mensen wel voor behoeden. Want uiteindelijk, dan ben je zo druk en dan stort je echt een keer in en dan denk je van ja, waar heb ik het eigenlijk allemaal in godsnaam voor gedaan? Mm. Mooie woorden. Ik vind het vooral tof om te zien, want
Kijk, jij bent op dit moment op een punt die voor heel veel mensen het topje van een berg is. En tijdens het beklimmen van een berg heeft natuurlijk af en toe dat je een keer struikelt, een keer naar beneden valt en in een burn-out terechtkomt. Maar heb je al ooit een verkeerde stap gezet? Een stap die je eigenlijk zo ver naar beneden heeft gedonderd dat je weer eventjes je best moest doen om naar boven te klimmen? Ik denk niet dat er verkeerde stappen zijn. Ik denk dat alles een reden heeft. Okay. Tony zegt ook, life is not happening to us, but for us. Ja, ja, precies. Ja. Dus ik denk, ja, al donder ik nu van de top helemaal naar beneden, tenminste jouw top dan, en dit is niet voor mij de top, maar stel dat ik nu alles zou verliezen en weet ik veel wat, ja, dan, tuurlijk, het is vervelend en het is kut. Dat zeg ik niet. Stel dat. Dan zou ik kunnen denken van, ja, shit, verkeerde stap, had ik dat maar nooit gedaan. Mm-hmm. Of ik kan denken van, ja, wat voor lessen zit hierin, weet je. Misschien had ik het wel even nodig en kom ik daarna veel sterker terug. En is dat juist, als ik terugkijk, is dat juist misschien de setback geweest die ik nodig had om weer dat volgende level te bereiken. Als dat niet was gebeurd, misschien was ik daar wel, weet je, op hetzelfde punt blijven hangen, was ik nooit verder gekomen, was ik daar doodongelukkig geweest. En nu moet ik misschien weer even extra hard werken. Dus ik denk niet dat de verkeerde stappen zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit is gewoon allemaal een onderdeel van de journey. Ook de fouten die je maakt. Mm-hmm. Ben ik mee eens. Want ik was toen bij, correct me if I'm wrong, was een event waar ik voor had uitgenodigd met Jaap toen. Oh, je succesvermoeden, ja. Dankjewel. Toen vertelde je, wat mij echt inspireerde, dat jij tanktopjes verkocht als dropshipping. En dat het je uiteindelijk 10.000 euro schuld, of wat was het? Ja, ik verkocht tanktopjes inderdaad. Ik was net begonnen met mijn business. Het ging supergoed. Toen ben ik ook gelijk gestopt met mijn studie. Toen ben ik gelijk naar Thailand gegaan met mijn laatste geld. Want ik kwam net terug van Thailand als student. Dus ik had bijna geen geld meer. Maar ik dacht, met het geld van mijn business, het gaat goed. Weet je wel, ik ga all in en ik ga knallen. Nou, ik was daar als newbie. En ik verkocht tanktopjes van Gold's Gym erop. Die kwam ik tegen op AliExpress. Ik dacht, nice, dat ga ik verkopen. Niet wetende of niet bewust van het feit dat het natuurlijk een beschermd merk is. Mm-hmm. En ik sport letterlijk, super dom verhaal dit. Ik sport letterlijk bij de enige Gold's Gym in heel Nederland. Ja. Daar sport ik. Ja. En ik verkocht neppe Gold's Gym spullen. Dat is niet slim. Nee, dus ik zag in mijn advertentie dat een medewerker van Gold's Gym, want ik ken die medewerkers natuurlijk, de personal trainer, die had zijn baas getagd. En toen dacht ik ben de loop. En dat was ik zo. Want 2 dagen later kreeg ik een brief thuis aangetekend. Wist je dit van tevoren al? Dat dit kon gebeuren? Nee, tuurlijk niet. Nee, je dacht er gewoon niet over na. Ik dacht er gewoon niet over na. Ik was gewoon naïef. Ik dacht, oh, Gold's Gym, leuk, cool. Verkocht supergoed, hè. Ja. Ik had in een week echt ziek veel van die dingen verkocht. Dus ik dacht, oh, ik was toen in Thailand. Mm-hmm. Ik heb mijn hele maand huur en verblijf en eten allemaal terugverdiend. Weet je wel, oh, ik ga rijk worden. Totdat ik die brief kreeg. Nou, advocaten, shit. Ik was net begonnen met ondernemen. Ik wist niet wat ik moest doen. Mm-hmm. Nou, het zijn natuurlijk, ik heb zo'n sommatiebrief. Er zijn natuurlijk heel veel claims in wat je allemaal moet doen. Uiteindelijk viel dat wel mee, maar het heeft me wel gewoon heel veel geld gekost. En ik moest mijn webshop sluiten. Ja. Maar hoe voelde je het er op zo'n moment? Want je zat wel echt even op Het was vervelend. Het was heel kut zelfs. Mijn ouders die waren ook in paniek. Die dachten van, fuck, onze zoon. Begon op VWO, helemaal afgestroopt naar VMBO. MBO gedaan, HBO. Met al zijn punten gaat hij stoppen. Gaat hij naar Thailand toe en dan krijg je dit. Ja. Dus die dachten wel even van, fuck, wat is hij aan het doen? Maar ik dacht dat ook even. Maar ik dacht daarna ook van, weet je, ik zit hier in Thailand, ik keek om me heen, ik zag daar zo de zee, ik dacht van, weet je, ik ben 21, ik ben hier, de rest is nu op school, en ik word aangeklaagd. Ik word aangeklaagd, dat betekent dat ik met iets bezig ben, weet je wel, ik ben met iets groot bezig, weet je wel, en ik dacht van, ja, het komt wel goed, en de reden dat ik nu aangeklaagd ben, dat betekent dat ik met iets, ik klaag me niet zomaar aan, ja. Ik ben met goede dingen bezig, dacht ik. Okay. Zo stond ik er een beetje in. Dus je had het helemaal omgeflipt. Je denkt, ik had het helemaal omgeflipt. Dit is niet kut, dit is gewoon nee, juist ik, tuurlijk, het ik, ja, je vindt het ook kut, maar je moet daarna wil je er wel een andere betekenis aan geven. En toen lachte ik en ik keek om me heen en dacht, weet je, het komt allemaal wel goed. En uiteindelijk komt het ook goed. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn wel momenten waarop andere mensen misschien zouden denken van, ja, shit, het ondernemen en dat werkt allemaal niet en kut en dat wist ik niet. En dat, weet je, slachtofferrol, bam, stoppen met een business. Van ja, dat is hun allemaal overkomen. Nee. Mm-hmm. Neem je fucking verantwoordelijkheid. Ziek. Ja, vet. Sick. Wanneer is het bij jou op het punt gekomen dat je dacht, ik moet mensen gaan leren wat ik doe? Ik was daar toen dus mee begonnen. Dus ik was fulltime aan het dropshippen. Ik was opeens weg verdwenen uit de klas. En naar Nederland. Dus mensen vroegen natuurlijk, wat ben je daar aan het doen? En zit je nou weer in Thailand? En hoe kan je dat allemaal betalen? Ik zei, ja, ik ben aan het dropshippen, man. Super vet. Moet je ook doen. Mm-hmm.
En ik wist wat het voor impact van mij had gemaakt. Dat letterlijk mijn leven veranderd, weet je. Ik kon doen wat ik leuk vind. Ik kon de wereld rondreizen. Dus ik dacht van ja, ik wil dat er meer mensen leren. Dus ik mijn vrienden geleerd, de klasgenoten, kennissen, dat soort dingen. Gewoon like that. Ja, ik dacht gewoon via Zoom, via Skype en zo. Van joh, kom, ik ga je helpen. Okay. Nou ja, ook die hadden goede resultaten. Mm. Nou, toen kwam ik Mitchell dus tegen in Thailand. En... Oh, met hem daar tegengekomen? Ja. Yeah. Oh shit! Maar dat wist je niet. Nee. Ja, oké. Ga verder. Ja, ik was hem daar tegengekomen. En toen, nou, een beetje geconnect. Ik had hem gemiet bij, ik weet precies, bij Chiang Mai Muay Thai. We zijn een Muay Thai gym. Yeah. En nou, hij deed een beetje in cursus en zo en dat soort dingen. Dus ik vertelde, ik ben een dropshipper. Mm-hmm. Maar er was nog niemand in Nederland die informatie deelde over dropshipping. Letterlijk niemand. Dat bestond zeg maar niet in Nederland. Waren ze toen al bezig met Bol en zo? Toen net, ze hadden net de eerste 10 leden of zo. Dus zij waren met Tja bezig met Bol. Mm-hmm. En toen zei Mitchell, ja kom, we gaan dit ook groots neerzetten in Nederland. Dus ja, let's go. En toen hadden we dus de dropshipping masterclass gemaakt. Ook echt start met 20 leden of zo. Is dat zeg maar dropshipping academy dan 0.1 of zo? Ja, ja, okay. De voorloper van de dropshipping academy. Ja, zeg maar. Dat okay. Later is dat academy geworden. En ja, dat hebben we opgericht. Heel kleinschalig in het begin. En toen zijn we later weer uit elkaar gegaan. Dus we zijn met Tja verder gaan en ik zeg maar alleen verder. Ja, toen is het gaan ontploffen. Dus op het moment dat jullie uit elkaar gingen, ging het echt hard? Nou ja, het ging zeg maar... Ik weet niet of het hele moet je bang uit. Kijk, ze waren natuurlijk met Tja bezig en ze waren met mij bezig. Maar hij was al... Hij zegt zo'n camerafiguur, weet je, wat meer met persoonlijke ontwikkeling bezig dan ik. Dus hij ging zeg maar zo en ik ging zeg maar zo. Mm-hmm. Ja, voor hun was het denk ik ook een logische keuze om dan te zeggen van we gaan vol hierop focussen in plaats van vol daarop. Mm-hmm. Dus toen zijn we later, ben ik dus verder gegaan in mijn eentje. Mm-hmm. En toen daarna is dat gewoon echt gaan ontploffen. Oké. Maar voelde je, was het een tegenslag dat jullie uit elkaar gingen? Was het dan ook weer een moment van je? Nou ja, het was... het was niet echt een tegenslag. Natuurlijk denk je wel van shit, nu sta ik alleen voor wat moet ik doen, weet je wel. Alles is samen gedaan. Hoe ben je van, ik sta hier, hun zijn daar. En dit is weggevallen naar waar je nu staat gegaan. Dat is wel een grote gap. Ja, dat is een grote gap. Want zij waren natuurlijk wel, het veeltje was er natuurlijk ook bij. Dat zij waren met z'n drieën verder en ik stond er alleen voor. Dus ik dacht, ja, fuck, weet je wel. En zij natuurlijk met z'n drieën, dat is natuurlijk veel krachtiger dan in eentje. Ja. Maar ja, weet je, ik had gewoon een goede missie, ik had een goed product, ik had de goede intenties en ik dacht van ja, we gaan gewoon lekker knallen en dat heb ik gedaan. Hoe dan? Wat zijn de stappen geweest die je hebt gezet? Ja, wat is het alternatief stoppen? Nee, ik snap dat je niet bent gestopt, maar wat, oké, je bent op dat punt, je staat er op dat moment alleen voor. Ja. Welke stap heb je genomen om ervoor te zeggen, gewoon letterlijk, wat heb je gedaan? Gewoon doorgaan met waar ik mee bezig was. In je eentje? Je denkt, okay, ja, ik had een soort van assistent, weet je wel. Oh, toch wel? Okay. Natuurlijk, ik deed het meeste ook al wel gewoon zelf. Dus het was niet zo dat er heel veel werk op mij kwam. Mm-hmm. Dus ik ben gewoon doorgegaan en ja, later gewoon gaan uitbreiden. Wat heb jij toen, wat is dan hetgene geweest wat je hebt gedaan waardoor het toen spontaan oplofte in je eentje? Wat is de secret? Wat is jouw geheim erachter? Ja, het is niet echt een geheim of zo. Kijk, het was natuurlijk nieuw in Nederland, dus niemand deed het. Ik was de eerste in Nederland die, ik heb zeg maar dropshippen groot gemaakt in Nederland. Ja. En het was gewoon nog steeds een supergoed businessmodel. En het was nieuw. Mensen verdienen online geld opeens. Fuck. En dan, dat gaat gewoon snel. Okay. En natuurlijk ook advertenties gerund. Toen met webinars gaan werken en dat soort dingen. Dus alles bij elkaar. Dat zorgde er gewoon voor dat het best snel groeide. Want je ziet ook, had ik ook bij de succesformule gedeeld. Je wordt een grafiekje van de Academy omzetten. Zie je dan een beetje zo gaan, weet je. En opeens ging het zo. Ja, dus spontaan sloeg het aan, het klikte, ja. Het was er, maar het enige wat je eigenlijk hoefde te doen was doorzetten. Maar dat is met alles zo, want het gaat altijd in het begin gaat het zo, en dan komt een punt en dan bam, en dan vliegen de lucht in. Dan zie ik met mijn studenten ook, met dropshippers weet je wel, op het moment dat zij in het begin, 100 euro per dag, 200 euro per dag, 1000 euro per dag, oh nice, weet je wel, 30 k per maand, oh fantastisch. Ja. En dan opeens bam, 10 k per dag, 20 k per dag, en dan kom je niet meer onder die 5k, zeg maar. Dan zet je zeg maar een drempel voor jezelf, ja. En dan kom je niet meer... Een beetje de 4-minute mile. Je gelooft dat het... Ja, precies. Ja, nee, inderdaad, 4-minute mile inderdaad. En dat zie je ook met de resultaten in het algemeen. Want toen ik net begon, ja, wat was goed. Ik weet nog, Jort, die had toen 3300 euro op een dag. Het was echt de shit, weet je wel. Ja, ik had vorige week iemand zette 44k op een dag om met, met de shop. Ja, weet je, en dan zie je ook steeds meer van dat soort resultaten voorbij komen. Dat is zeg maar het punt waar we nu zitten. Dus een beetje op die 50k per dag ongeveer. Wat nu een beetje die 4-minute mile is. Ja. Maar het gaat ook 100 worden. Ja, je ziet mensen doen, je ziet mensen dat bereiken. Je denkt, ja, precies. Okay, als hun het kunnen, dan kunnen wij het ook. Dus je gaat er naartoe werken. Ja, precies. Sick.
Sick. Ja. Ik, vet, want dit wist ik nog niet. Dit deel van, ik vind het leuk om... zie, ik wist wel dat ik leuke vragen had. Ja, volgens mij heb ik dit ook nog echt verdeeld. Ik heb een vraag, want je hebt... Vroeger heb je dus Mitchell en Virgil zo ontmoet in Thailand. En jij hebt dus het geluk gehad, om maar even zo te zeggen, dat je de juiste mensen best wel makkelijk en snel hebt gevonden om jij. Ja. Wat voor advies zou je hebben van mensen die ook graag op een plek als jou willen komen? Want show me your friends and I'll show you your future. Ja. Dus als jij de juiste mensen om je heen hebt, dan zal je ook makkelijker groeien daarna. 5 miljonairs om je heen, dus jij bent de zesde. Ja. Wat voor advies zou je hebben voor de mensen die op dit moment een kutomgeving hebben en weten, ik moet 5 Joshua's om mij heen hebben? Zoek 5 Joshua's. Waar? Het is echt super simpel. Dat is ook de reden waarom ik de Academy heb gestart. Toen ik een dropshippers om me heen moest vinden, ja, waar zijn ze dan? Die zijn er niet. Weet je. Ja. Daarom ging ik naar Thailand ook, omdat ik me omringen met Digital Nomads. Ja. Ja, voor ieder businessmodel heb je nu een cursus en bij iedere cursus zit tegenwoordig wel een community. En in die community zit vol met mensen die willen ondernemen. Mm-hmm. En die community zit ook vol met mensen die willen ondernemen, maar niet de juiste mensen om zich heen hebben, dus willen connecten. Juist. Voilà. 1-1-2. Ben daar, wees daar. En daarom raad ik ook gratis communities raad ik ook zeker af. Want dan heb je allemaal mensen die niet in zichzelf willen investeren. Nou, dan, je moet 100% de community je moet gewoon in community zitten met een 100% commitment. Met mensen die ook... Ik zeg ook altijd hoe duurder de prijs is die je betaalt om ergens in te zetten, hoe serieuzer de mensen lijken. Je betaalt voor de mensen die je niet zijn. Ja, precies. Ja, yeah, I get it. Daarom ga ik naar Tony Robbins. Ja, ja. Je betaalt daar 100.000 euro om in een groep te zitten. 100.000 euro. Daarvoor krijg je 3 events per jaar. Ja, dat is... Plus die 3 events kosten nog 10.000 per stuk. Ook nog? Ja, plus nog vliegtickets. Dus dat is heel veel... Dat is voor de meeste mensen is dat heel veel geld. En ook voor mij dat zijn gewoon serieuze bedragen. Het is een investering. Maar ik weet ook, iedereen die daar is en iedereen die ik daar ontmoet, maakt diezelfde gigantische investering. Tuurlijk. Als je dat kan betalen, überhaupt dan, want 99,9% kan het niet betalen, dan is het ook zo dat zij waarschijnlijk een super succesvolle business hebben. En dat zie je ook aan die gesprekken. Ja, dat lopen daar mensen next, rond. Dat is niet, ja, dat is niet normaal. En, nee, nou, ik bevriend met zulke mensen daar. Natuurlijk, maar ook die mensen komen daar om te connecten. Want ook die mensen hebben het probleem van, ja, die hebben waarschijnlijk een gigantische business. Mm-hmm. Er zijn daar miljardairs die daar rondlopen, weet je wel. Ja, die hebben ook het probleem van, ja, mijn omgeving niet. Die zit, zeg maar... Precies. En daar heb je mensen van alle topniveaus, die stop je dan bij elkaar. Ja. Dus ook voor hun is dat een soort van familie. En iedereen is er ook om elkaar te connecten. Dat zie je ook aan ondernemers. Vinden het over het algemeen ook leuk om andere mensen te helpen daarmee. Mm-hmm. Dus en je kan ook heel veel van ze leren. Want als iemand hier staat, ja. En ik heb die weg. En die weg zou normaal zo gaan. Nou, dan kan die persoon die hier staat even zeggen. Wow, daar en daar is een valkuil. Daar en daar moet je even op letten. Als je zo omheen loopt, hoef je die fout niet te maken. Gaat je zoveel geld kosten. En dan kom je weer sneller bij dat doel. Ik heb persoonlijke vragen, ja. Ja. Dus, misschien, I don't know. Maar jij bent redelijk succesvol. Tenminste, in mijn ogen. Ik wil graag een Lamborghini. Ik heb ze niet, maar even los van materiaal. Ook op de plek waar je staat, de uitstraling die je hebt. Je hebt een succesvolle uitstraling ook gewoon als mindset. Hoe zelfs ik merk dit, hè. Ja. En ik ben niet eens op de plek waar jij staat. Hoe onderscheid jij de echte mensen van de fake ones? En ik zeg het op zo'n manier, want ik weet zeker dat er 100% alleen maar mensen naar je toe komen die iets van je willen, omdat ze weten dat jij op een plek waar je niet hoort. Wat vind jij echt, wat vind je fake? Hoe weet je bij een persoon of ze genuine zijn? Dat ze met jou zijn, dat ze jouw vibe gewoon fokken en niet met je geld fokken. Laat ik het daarop houden. Hoe weet je met welke mensen je omgaat omdat ze met ze om wil gaan? En hoe weet ik veel, dat voel je aan. Jij zit hier ook omdat het gewoon tof is. Ik ken je van dat event, weet je, dat is gewoon prima. Ja, als iemand anders bevraagt, dan ja, weet je merkt dat wel. Van of iemand echt iets komt halen, of dat... Natuurlijk, veel mensen komen wat halen. Je komt ook een podcast halen, weet je wel. Nou, bro, maar dit is ook een soort van leren en een soort van geven. Nee, het is een wisselwerking, snap je? Ja, je merkt wel als mensen echt iets van je willen en echt alleen maar zoveel mogelijk energie en shit uit je komen trekken, dat merk je wel. Bro, ik heb die fout zelf vaak genoeg gehad dat ik gewoon met mensen omging waar ik van dacht, oké, die zijn gewoon dat ze me chill vinden. Ja. En achteraf kom ik erachter dat gewoon hele andere verkeerde intenties waren, weet je? Ja, dat leer je ook van. Ook dat is een journey, ook dat is een proces en ook daardoor leer je wel steeds sneller en steeds makkelijker van oké, dit moet ik wel doen en dit moet ik niet doen. En ook ik trap er soms nog in, hè. Ja? Ja, heb je wel. Oké, interesting. Leuk gesprek, ik vind het tof, man. Deze heb ik gevraagd, eens kijken.
Ja, dit is een leuke vraag. Ik zelf ben behoorlijk in de communicatie. En communicatie bedoel ik niet zozeer mee de communicatie die je hebt naar de buitenwereld om mensen te overtuigen. Ook, maar ook de communicatie die je hebt tegenover jezelf. Ja. Twee aparte vragen. Laat ik beginnen met één. Wat vind jij van je communicatievaardigheid? Slecht. Oh, naar mezelf toe? Gewoon bijna. Dus naar buiten toe. Oké, ik zeg veel te veel wat ik denk. Ik ben veel te direct in business dingen. Hoe is dat slecht? Ja, met personeel, weet je wel. Als ik sommige dingen kut vind, of ik zeg van ja, je hebt gewoon shit afgeleerd, dan zeg ik dat gewoon. Weet heb je dan niet het verkeerde personeel? Ja, weet ik niet. Maar Beetje advocaat van de duivel spelen hier. Maar jij vindt nee, maar ik ben soms gewoon te direct. En dat weet ik. Ik weet ook als ik iets meer werk aan mijn communicatie. Mm-hmm. Dan weet ik ook hoe je dingen wat makkelijker en beter kan brengen. Mm-hmm. Nou, bepaalde mensen. En ik ben er soms gewoon te direct in. Oké. Okay. En heeft de communicatie tot nu toe niet geholpen op de plek waar je nou bent? Jawel, natuurlijk wel. Het is twee kanten op. Alleen ik denk van dat het wel nog wat beter kan in bepaalde situaties. Okay. Dus ik weet precies in welke situatie ik het goed in kan zetten. Maar ik weet ook bepaalde situaties waarvan ik denk van ja, misschien iets voorzichtiger mee zijn in wat ik zeg. Oké. Okay. En wat is dan bijvoorbeeld... Hoe overtuigend vind jij jezelf? Als ik ergens achter sta en ik doe meestal eigenlijk altijd ook dingen die ik zelf wil en waar ik echt volledig achter sta, dan vind ik mezelf heel overtuigend. Want het is gewoon echt wat ik leef en wat ik doe. En weet je, ik kan heel enthousiast zijn over dingen. Dus met dropship bijvoorbeeld, ja, ik ben er heel overtuigend in, omdat dat is gewoon wat in mij zit. Dat is gewoon wat ik leuk vind, wat ik doe, wat ik met alle plezier ook mensen leer. Dus daarin ben ik heel overtuigend bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook om mensen er ook enthousiast over te maken. Mm-hmm. Maar je merkt het bij mij dat het ook een stukje communicatie als ik iets niet, als ik niet enthousiast ergens ben, dan merken mensen het zelf ook wel. Oké. Ja. En dan komen we bij het tweede deel van de communicatie. Communicatie naar jezelf. Die is goed. Je bent heel overtuigend. Hè? Dat zeg je vooral in dingen waar je goed in bent. Maar hoe kan je jezelf ook goed overtuigen? Ja. Mijn mindset en het gesprek die ik voel met mezelf, die zijn wel goed. Tuurlijk heb ik ook een slecht stemmetje in mijn hoofd. Weet je wel, dat met iedereen. En dat, over het algemeen is het goed. Mijn holding heet ook Ika. Dat voor ik kan alles. Sterk. Nee, ik heb de mantra ontwikkeld. Dat is ook een beetje ontstaan bij mijn fitness journey vroeger. Toen ik was eerst super dik, 116 kilo. En ik was afgetraind geëindigd. Nou, in de periode dat ik 116 kilo was, ja, iedereen pestte me. Ik was altijd een dikketje, weet je wel. Niemand, maar dat ook niemand had ooit gedacht dat ik ooit een sixpack zou krijgen. Nee. Dat was voor mij het... Nee, ik heb het nog niet meer. Ja. Maar dat was voor mij het moment dat ik dacht van... Als dit mogelijk is, deze gigantische transformatie... Weet je wat, in mijn hoofd had ik altijd die dikke persoon. Ik was altijd... Ik heb vervangende opdrachten moeten doen voor gym. Omdat ik gym niet kon halen op school om een diploma überhaupt te krijgen. Zo slecht was dat. Nee. Ja, serieus. En uiteindelijk stond ik in de ring, kickboksen, winnen, weet je wel, ook nog. En sixpack, alles erop en eraan. Dus ik toen dacht ik van, wow, als dit mogelijk is, dan kan ik alles. En die gedachte ben ik toen een beetje gaan ontwikkelen. En ook als je dat ziet in business, ja, dingen die nu aan de hand zijn, dat ik een jaar geleden bijvoorbeeld, had ik die niet kunnen bedenken. Mm-hmm. En daar heb ik mijn mantra een beetje van ontstaan. Van, ja, weet je, ik kan alles. Natuurlijk kan ik niet alles. Ik ga ook niet alles kunnen. Ik kan bijvoorbeeld niet dansen of zo. dit is zo off topic. Wat is dit? Maakt niet uit. Maar, ik kan niet dansen. Maar natuurlijk kan je wel dansen. Dus, okay. Ja, oké. Okay, misschien is het ook mindset. Maar natuurlijk, die mantra die ik kan alles, dat daarmee wil ik een beetje zeggen tegen mezelf. Van oké, als je iets echt wil en je hebt echt een doel en je voelt van, dit wil ik behalen, dan kan je dat. En dan moet je er gewoon vol voor gaan. Anything is possible if you believe. Ja, precies. Alles is mogelijk. Ja. Maar, oké. En dit is zo ziek. Dit is zo ziek. Het feit dat je dit vertelt, dat doet me goed. Maar ik ben gewoon, ik probeer ergens te klikken. Is alles wat jij echt hebt gewild ook gelukt? Links of natuurlijk, ik heb zoveel business ideeën gehad dat ik dacht van, oh, dat ga ik doen en dat lukt niet. Zoals? Weet ik veel. Weet je hoeveel webshops ik heb gehad die niet liepen? Ja, oké. Ik denk, je hebt misschien nog een ander businessmodel geprobeerd of zo. Niet echt heel concreet of zo. Maar er zijn genoeg webshops van die mislukken, weet je wel. Nou, dan gaan we naar volgende product of whatever. Tuurlijk, er gaan altijd dingen mis. Ja, nee oké, okay, fair point. Het is niet dat alles goed gaat. Nee, maar ik heb er wel gewoon respect voor. Van weet je, ik heb ook heel groot op mijn vision board staan. Anything is possible if you believe. En ik probeer mezelf dan... Heb jij een vision board eigenlijk? Nee. Niet meer? Nee. Ik had wel een soort van vision board met mijn doelen erop. Is het voor of na de Rolex? Die was de naam, maar ik had wel altijd op mijn muur gezet van Rolex Submariner van 7000 euro voor ik
26 ben. Nou, je bent aardig in de buurt. Aardig in de buurt, ja. Nee, dat was wel een van mijn doelen, inderdaad. En dat was ook een heel mooi moment dat ik mijn eerste Rolex kocht. Maar ook mijn tweede, want mijn eerste was geen sub, maar mijn tweede wel. Maar daar heb ik altijd naar gekeken. Ik bedoel, van ik had zeg maar hier mijn bed, zo, mijn ouders nog. Zit daar mijn muur en op die muur had ik zeg maar al mijn doelen. Dus elke keer als ik wakker word, dan keek ik naar mijn doelen. Dat je onderbewust is, ook mee bezig. En ja, dat heeft heel goed gewerkt. Oké. Zou je mensen ook aanraden om dat bijvoorbeeld zoiets te doen? Ja, zeker weten. Ja, sowieso doelen stellen is heel erg belangrijk. Waarom doe je het dan maar niet meer? Ik doe het wel, alleen ik heb het niet echt met een vision board of zo. Nee, maar... Het is niet dat ik nu... Wat zijn je volgende doelen? Daar ben ik wel benieuwd over. Nou, ik heb een aantal persoonlijke en spirituele doelen, dat ik daar meer mee bezig ben. Ik heb mijn doel zeg maar, om een echt concreet spiritueel doel te stellen, maar ik ben me daar nu zeg maar, meer in aan het verdiepen. Wat versta je daaronder? Wat ben ik thuis? Het is heel breed wat je ja, doet. Ik wil wat meer die spiritualiteit induiken. En de reden dat het nu zo vaag is, is omdat ik er ook nog niet heel erg diep in zit, zeg maar. Ja. Maar ik geloof wel, connecten met de source of weet ik hoe je dat noemt. Geloof jij trouwens? Nee. Ja, ik geloof wel dat er iets is, maar ik geloof niet specifiek in iets of zo. Je gelooft niet specifiek. Maar ik sta er wel open voor, dus ik wil wel de Bijbel lezen, de Koran en dat soort dingen. Je gelooft niet direct in een God dus? Of, Het is niet dat ik niet geloof, maar ook niet dat ik wel geloof. Het is niet dat ik zeg van, oh God, nee. Of Allah, of weet ik hoe je het ook noemt. Maar het is ook niet zo... Dat je denkt, mij te offenden, ik zelf zit ook in die limbo. Nee, oké, okay, nee, maar ik ben ook niet bang om iemand te offenden. Of die luistert niet. Ja, nee, maakt niet uit. Maar het is niet zo dat ik zeg van, oké, God is alles en weet ik veel wat. En hij is er en ik kijk mee. Maar het is ook niet dat ik zeg van, God bestaat niet. Dus ik sta daar open voor. Dus ik wil boeddhisme, vind ik mooi. Daar wil ik meer over leren. De Koran wil ik een keertje lezen, de Bijbel wil ik een keertje lezen. Ik wil gewoon kijken wat het is. Ik heb een leuke vraag, ja. Ja. Is er ooit eens in je leven gebeurd waarvan je denkt van, dit is geen toeval. Dit is iets wat gebeurt, dit is supernatural. Ja, tuurlijk. Iedereen heeft ook wel dromen, denk ik. Waarvan je denkt van, fuck. Even los van dromen. Iets gebeurt en dat je denkt van, dit heb ik eerder meegemaakt. Wat is iets fysieks wat er gebeurd is waar je zelf denkt van, volgens mij... Of stel ik de moeilijke vraag. Ja. Ja? Nee, dat is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Nee, ja, tuurlijk. Er zijn wel dat soort dingen gebeurd. Maar ik kan niet echt ik heb niet een heel duidelijk moment of zo waarvan ik denk van ja, dit is het. Jij gelooft wel dat dingen gebeuren om een reden. Ja, dat denk ik wel. Dat is van Tony Robbins. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus oké, daar kan ik wel dieper op ingaan. Maar dus bijvoorbeeld de Law of Attraction, daar geloof ik heel erg in. Ja, dat valt wel te zien als je Rolex op je pols hebt en eerst op je boven. Ja, oké, maar natuurlijk, dat is heel materialistisch en zo. Mm. Maar als we daar iets voor kijken, na het moment dat ik nog niet was begonnen met ondernemen, maar ik als doel gesteld had om digital nomad te worden. Ik keek elke dag filmpjes van coworking spaces. Ik zei elke keer, nou eens kijken, hier sta ik over een paar maanden en zo. Terwijl het nog niet eens gebeurd, maar ik was wel... Elke keer was ik ermee bezig en elke keer visualiseerde ik mezelf dat ik daar was. En uiteindelijk was ik daar ook. Precies die plek van de filmpjes was wat ik was daar. Okay, op het moment dat ik aan het afvallen was, ik kan zeggen van ah, dat heeft niet geholpen of wel, weet ik veel. Iedereen heeft zijn eigen waarheid natuurlijk. Op zondag had je bootcamp en ik haatte het. Moest je rennen in de kou en buitenoefeningen doen en weet ik het allemaal. Het was verplicht als je een wedstrijd wilde doen. En elke keer... Tijdens dat rondje van 5 kilometer, elke keer visualiseerde ik mezelf in de ring met al die mensen afgetraind, weet je, dat ik zo'n pen zat. Ja. En ik rende zo en ik deed letterlijk mijn handen in de lucht alsof ik al gewonnen had, weet je. Elke keer visualiseerde ik dat en uiteindelijk is het ook gebeurd. En ik denk echt dat dat heel erg heeft geholpen bij het volhouden en bij het behalen daarvan. Als jij dingen doet met het einddoel en bestemming, dan is het minder kut wat je aan het doen bent. Dan is de journey ook makkelijk te verdragen. Ja, precies. Je moet daar een positieve emotie aan koppelen. Oké. En als je dat echt goed visualiseert, weet je, dan je gaat merken dat er iets in je lichaam gebeurt. Als je dat echt goed visualiseert, jouw brein weet niet of dat echt aan het gebeuren is, of dat het niet echt aan het gebeuren is, zeg maar. Nee. Dat zie je ook bij heel veel profvechters die dat doen, die een wedstrijd visualiseren, weet je. Die hebben hun wedstrijd al zo vaak gevochten in hun hoofd, waardoor als ze daar echt staan, dat ze niet meer zenuwachtig zijn. Nee, want ze hebben dat al zo vaak gedaan. Want als je dat goed visualiseert, je brein weet niet of dat nep of echt is. Sick. En je ziet ook als je dat goed doet, je... Denk aan een moment waar je bijvoorbeeld heel verliefd was of waar je heel dankbaar was. Dan gaan die emoties, dat gebeurt iets in je lichaam waardoor je dat ook echt gaat voelen, weet je wel. Daarom wat Tony bijvoorbeeld doet in de ochtend, die priming. Priming, dat ik heb ik vanochtend al gedaan. Dus ook, Ook een trampoline. Trampoline, dat doe ik ook, ja. Maar om dan echt
te stappen in drie momenten waar je super dankbaar bent, weet je wel. Dat gaat je de hele dag, geeft dat profijt. Want je, is dat kind of meditating, zeg maar? Dat is... Ja, het is meditatie. Het is eigenlijk gewoon een geleide meditatie. Maar doe je dan muziek in? Ik doe gewoon zijn shit. Zijn recording daarvan. Dus ik zie wat je moet doen, waar je moet denken en zo. En doe je hard ademen. Doe je ook nog andere meditaties? Dus dat zeg maar nee, ik ben er nu, ben ik er nu een beetje meer in aan het verdiepen. En wil ik daar ook meer mee gaan doen. Dat is een beetje een combinatie met spirituele doelen. Oké. Interesting. Maar ook voor het slapen gaan of zo, meditatie, dankbaarheid? Of nee, dat niet. Nee? Slaap je goed? Laatste tijd beter, ja. Laatste tijd beter? Ja. Nadat je Lambo hebt gekocht? Nee, niet per se. Ik weet niet, misschien kan het zomaar een ding zijn dat je nerveus was voor... Ik was heel druk in mijn hoofd met heel veel dingen bezig. Zo. Dus dan neem je dat toch mee in je slaap. Ik merk ook dat ik overdag te weinig rust pak. Je bent altijd bezig. Triggert je altijd die fucking computer of telefoon of social media of notificaties, weet je wel. Dus ik ben nu ook voor mezelf aan het testen waar ik lekker op ga. Hoe ik dat... hoe ik daar wat meer balans in kan vinden. Want ik merk ook dat ik als ik wat meer rust heb overdag, dat ik dan ook beter slaap en niet al die shit mee moet slapen. Heb je niet dat je soms denkt van, hey man, fuck deze shit. Laat me gewoon even een dag mijn telefoon uitzetten. Gewoon bezig zijn. Ja, dat doe ik dan ook gewoon. Ik heb nu ook een PlayStation gekocht, om te, zeker in de kant. Ik heb gemerkt bijvoorbeeld, het klinkt misschien heel raar, maar een jaar geleden bijvoorbeeld, ik kon er niet eens aan denken. Ik kon niet denken aan Netflix, ik kon niet denken aan PlayStation. Ik was altijd, wilde ik prikkels. Ja. Altijd wilde ik ontwikkelen. Dus of ik was een boek aan het lezen. Als ik in de auto zat, dan moest ik een podcast luisteren. Ja. Als ik als sporter was, moest ik een podcast luisteren. Als ik gemasseerd werd, dat ik doe de massage om te chillen, dan moet ik ook weer een podcast of een luisterboek luisteren, weet je wel. Ja. En continu kreeg ik die dingen. Wat ik nu mezelf aan het aanleren ben, is om gewoon meer rust te nemen. Als ik in de auto zit, weet je wel, ik doe of een muziekje aan of helemaal niks. Dus gewoon chill, gewoon gedachten even laten gaan. Met PlayStation merk ik dat ook. Call of Duty, dat is helemaal in het spel. Maar je bent niet met business, je bent alleen maar daarmee bezig. En dat... Volgens mij is de camera al een tijdje uit, denk ik. Dat heb ik mezelf ook aangeleerd. En dat werkt ook echt voor mij super goed. Ik denk niet dat iedereen opeens moet gaan gamen. Maar... Ja, top. Alles is weer terug. Even over gamen dan. Ja. Ik... Ik ben iemand die echt ontzettend veel houdt van mindset. Mindset is echt iets wat ontzettend belangrijk is. Is het zelf, law of attraction, het feit dat je nou staat op de plek waar je bent, heb je ook vooral te danken aan het feit dat je goede communicatie tegenover jezelf hebt. Hè? Ja. Mindset. Ben je goed in gamen? Nee. Nee, waarom zeg ik dit? Want het feit dat je hier staat, heeft een bepaalde winnersmentaliteit. Nou. Ja. En die winnersmentaliteit die zie je terug in heel veel verschillende plekken. Maar ja, je hoort het wel als je met mij aan het gamen bent, dan hoor je echt wat frustratie als gekild worden. Ja. Die competitiedrang heb je wel. Ja, dat wel. Maar ik ben gewoon niet... weet je wel, ik heb vroeger nooit geplaystationed. Ja, ik heb PlayStation 2 en 3 nog een beetje. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar mijn broertje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zo'n game store en die doet elke dag, weet ik hoeveel uur Call of Duty, weet je wel. En ik, als je nu online gaat, dan kom je tegen dat soort gasten die dat al fucking 6 jaar aan doen zijn. Dat kan ik gewoon niet tegenop. Maar die competitiedrang, want je bent natuurlijk Muay Thai of kickbox is het. Competitiedrang, want je wil natuurlijk winnen hier in business. Maar er zit een goede overlap tussen, of niet? Ja, ja. Het feit dat je een goede... In RuneScape was ik wel echt goed, man. Ja, same man, ik kan ook denken wat. Ja, dat zit er niet. Dat is een beetje ongemakkelijk dit moment. Maar even los van dat. Maar RuneScape was je goed in? Ja, man. Als er gewoon de wildernis in een beetje lopen. Ja, man. PK, ik heb films op YouTube nog. Nee. Ja, man. Dat was echt goed. Pew en Berserker en al die shit. Ja, man. Ik heb nog een account van Oldschool. Heb je zeker gekocht ook? Of is dat nou echt je oude account? Nee, mijn oude, die oude account, dat echte oude account is geüpgraded naar die nieuwe, weet je wel. Mm-hmm. Want toen heb ik even Oldschool gespeeld en toen ben ik weer begonnen echt 2 jaar geleden of zo. En ik ben wel echt goed. Ja? Oké. Okay. Ja. 99 strength en 99 tekens uit? Nee, ik heb volgens mij 1 account met 70 attack en 94 strength of zo. Dit is wel echt kapot vet, ik wist niet. Ja, 75 defense, gewoon zo'n echt zo'n base account. En ik wil zo'n 50 attack account met 1 defense. Zo pure heet dat toch? Ja. Ja. 94 magic ook, dat is echt ziek. Sick, maar ja. Je bent dus ook altijd wel bezig geweest met videos maken zo. Het is ook al altijd wel. Ja, een beetje. Ik was altijd een beetje verlegen, ook omdat ik onzeker was, omdat ik zo super dik was. Dus ik was nooit zelf voor de camera. Ik was ook niet aan het praten, maar ik was wel een beetje, ja. Heb je altijd al wel gehad dat je iets met de wereld wou delen? Of is dit spontaan? Ja. Toen ik was afgevallen bijvoorbeeld, dat is wel een mooi voorbeeld. Toen zag ik wat voor impact het op mij had gemaakt. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en hoe mensen met je omgaan en zelfverzekerdheid. Toen dacht ik ook van ja, wow, het is helemaal niet zo moeilijk.
meer mensen moeten dit weten. En daarom ben ik ook toen online personal trainer geworden. Dat ik dacht van, oké, het heeft zo'n impact op mij gemaakt. Dat wil ik aan meer mensen geven. Vind je jezelf een goede coach? Nee. Nee? Nee. Maar je helpt en begeleidt wel heel veel mensen. Ja. Nou ja, ik doe niet één op één. Één op één zou ik niet... Kijk, ik heb een hele andere mindset dan heel veel mensen. Dat merk ik ook bij het online personal trainen, weet je wel. Ja, dan maak je een voedingsschema en dan gaan... 1 januari beginnen ze dan, weet je wel. En in de half februari is iedereen dan weer gestopt. Ja. Ik denk dan gewoon, fuck, kom op man. Maar goede coach gaat dan de juiste vragen stellen. Die gaat dan doorvragen. Ik heb er geen geduld voor. Niet, oké. Okay, okay. Je moet gewoon je shit doen. En ik kan zeg maar een bepaalde doelgroep kan ik heel goed coachen. Mm. Ik zie nu ook de mensen die, mensen die heel moeilijk maken voor onszelf. Je hebt ook mensen die gewoon je shit aannemen, gewoon dingen implementeren. Dat wil ik ook in mijn team, weet je. Mm. Dat ik gewoon mensen heb, als ik iets over de schutting gooi en ik zeg van jongens, zo wil ik dat het wordt. Mm. Dat het gewoon ook gedaan is. Dat ik vanuit moet gaan, dat ik er vanuit kan gaan dat het gedaan is. Niet dat ik achteraf moet controleren. En moet vragen van, heb je dit ook gedaan? Dus, ben je tevreden met je team? Deels. Ja, dat duurt het lang om je aan te zeggen. Deels, nee, deels. Wat zou maar het ligt ook aan mij, zeker. Dit is van twee kanten. Ja, yes, absoluut. Wat zou voor jou echt het ideale team zijn? Iedereen zelfstandig is. En dat is op dit moment nog niet. Oké, okay. Hier is Tim Lang. Wie is Tim Lang nou weer? Nou, nice. Maar heel veel, een groot deel van het team wel, absoluut. Mm-hmm. Maar ook een deel nog niet. Oké, okay. En wat is jouw insteek? Denk je van, oké, ik ga mijn best doen om deze mensen zodanig te coachen om ervoor te zorgen dat ze wel perfect in het team passen? Of je gaat ze eruit gooien en je gaat nieuwe mensen zoeken die wel perfect in het team passen? Eruit gooien. Ja? Ilko heeft ook, ik heb het met Ilko over gehad, maar mm-hmm. hij heeft een no bullshit policy. Mm-hmm. Dus geen bullshit tolereren. Mm-hmm. Ja, eens. Ja. En dat ga ik nu ook harde hand gewoon direct. Ja, gewoon, mensen weten heel goed wat ze aan me hebben en ook wat ze vooral niet aan me hebben. Dus ik ben niet iemand die je handje vasthoudt en weet ik veel. Bij mij in het team moet je gewoon verantwoordelijkheid willen nemen, kunnen nemen, durven nemen. Dat is het belangrijkste. Heb je normale vrienden? Tuurlijk, normale. Eén echte, ja. Dus het klinkt een beetje raar dat ik zeg normale vrienden, maar ik bedoel gewoon echt vrienden die niet... Ja, hij komt zo meteen toevallig. Hij komt meteen hierheen. Max heet hij, misschien zie je hem nog even. Hij is bijna piloot. Bijna piloot? Dat is de enige, hij heeft ook de afgelopen weken bij mij thuis in quarantaine geweest, bij geslapen. Dat is echt, dat is een van mijn beste vrienden wel. Mm-hmm. En dat is de enige die niks met business heeft. Okay. En nu is zijn studie natuurlijk gestopt, dus hij dacht heel van, ja, zou ik ook gaan dropshippen? Maar is hij niet gaan dropshippen. Om jou? Ja, omdat hij dacht van, ja, weet je, dat gaat onze vriendschap misschien kapot maken, omdat ik dan ook weer zo iemand ben die dan over ondernemen gaat praten. Dat is wel... Hij is de enige die gewoon niet over ondernemen praat, maar ook... Wel met respect trouwens, dat hij dan zo'n keuze maakt. Ja, nee, serieus, maar we hebben echt een goede band, dat zit wel goed. Maar ook op een andere manier, want je hebt ook vrienden die niet over ondernemen praten, maar als jij dan iets over ondernemen zegt, dat ze dan afgunst hebben. Ja. Bij hem kan je alle resultaten delen. Weet je, soms heb je een lekkere dag gehad. Bijvoorbeeld nu, weet je, ik heb 100k in 3 dagen. Ja. Dus ik zei... Precies. Ja. Dus ik zei dat tegen hem. Ik was trots, ik was blij, weet je wel. Maar goed, hij is ook oprecht blij voor je dan, weet je wel. En je kan dat gewoon delen en dan is het ook goed. Dus dat is goede vriend. Way back. Ja, precies. Ook gewoon even way back. Ja. Top, man. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om ook zulke mensen omheen te hebben. In plaats van alleen maar mensen die over business praten. En je hebt een vriendin, toch? Ja. Nog steeds, ja. Even levelen. Hoe is de relatie daarmee? Want je bent natuurlijk veel aan het werken zo. Die is nu ook met eigen business bezig. Dus dat gaat goed. Niet zoveel last van. Of wacht. Niet zoveel... Ja, soms is daar nog een beetje wrijving in, moet ik wel ook eerlijk zeggen. Want zij zit echt aan het begin, weet je wel. En ik denk bij dingen van, lost dat nou op deze manier op? Luister nou naar mij, weet je wel. Ik heb dit al gedaan. En dan toch nog de eigen wijze. En ik denk, ja, gewoon. Dat wil ze dan niet aannemen. Dat ja, aannemen. Precies. En dan uiteindelijk blijkt dat ik toch gelijk heb natuurlijk. Uiteraard. Maar dat is soms een beetje gefrustreerd. Omdat je wel, qua business zit je wel een beetje op een ander niveau. En ja. Oké. Okay. En soms als ik zo'n resultaat deel, dan vindt ze ook niet zo heel leuk of zo. Dat is dan wel weer jammer. Ja, ze is heel trots op mij zo, absoluut. Ja. Maar soms als ik zeg maar mijn Shopify dashboard laat zien. Ja. En zij is de hele dag een struggler geweest om één button op de website aan te passen. Ja. En bij mij vliegt het zeg maar binnen. Dan vindt ze niet altijd zo. Ik kan begrijpen dat het wel eens frustrerend is. Dat is een van twee kanten. Wat is iemand waar je nou echt naar opkijkt? Wie is jouw next level person? Tony is wel echt next level. Ja, zeg? Ja, die is wel echt next level. Is dat ook iemand waar je echt naar opkijkt? Ja, hij doet ook zijn business natuurlijk gewoon goed. Hij maakt impact op miljoenen mensen ter wereld. Mm-hmm.
hij heeft goede doelen waar je u tegen zegt. Ik bedoel, hij heeft een fucking 3D-printer waarbij hij 3D-huizen print. Wat? Als goed, ja, dat, precies dat. Ja, okay. Hij wil een biljoen mensen feeden, ja, of miljard maaltijden doen en zo. Dus dat hij ook allemaal goede doelen had voor zijn verjaardag. Nou, ik was er dan bij, bij dat Platinum Event. Hadden ze, hoeveel was het ook weer? Met die mensen die er toen waren, binnen no time echt een paar miljoen opgehaald. Op zijn eigen verjaardag weer 5 miljoen erbij gestort, weet je wel. Echt om een heel vet, echt om heel veel kinderen gewoon te helpen, weet je wel. En hij is dan niet zo iemand die alleen maar geld gooit, maar hij gaat er ook daadwerkelijk naartoe om te kijken hoe dat daar is en hoe hij het beste kan helpen. En doe je zelf ook al dingen? Nee, ga ik doen. Ik wil wel echt een standaard, gewoon een deel van mijn inkomsten wil ik aan goede doelen geven, maar wel zelf iets doen, zeg maar. Niet storten na, weet ik veel, Kika of zo, maar gewoon echt. Ik heb iets, maar ik denk niet dat ik het kan zeggen. Misschien off camera. Het is een groot verrassing, momentje, maar okay. Dus, waarmee je ook misschien mensen kan helpen, maar daar kom ik zo meteen bij. Ja, maar ik wil gewoon ergens zijn, ergens zien van oké, ze kunnen mijn hulp gebruiken en dan echt gewoon daar echt iets neerzetten voor hen, om echt gewoon een impact te maken. Oké, dat is ook best wel sick. Maar heb je dan ook een bepaald doel waar je het liefst wil steunen? Ik weet het nog niet. Ik heb me daar nog niet heel erg in verdiept ofzo. Nog niet. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Oké, interessant. En wie is in jouw directe omgeving iemand waar je naar kijkt? Ilko bijvoorbeeld, die heeft echt een perfecte work-life balance, denk ik. En die heeft zijn business echt heel easy ingericht, zeg maar, dat hij heel easy zijn business kan runnen. Dat vind ik wel. Ilko de Boer, bedoel. Ja. Maar Ilko in je directe omgeving en zie je me gewoon ook echt als vriend. Ja, zo vaak spreek ik hem ook weer niet, maar ik heb ook met hem zo. Maar heb je niet een directe vriend waarvan je denkt van oké, hij hoort bij een van de 5 mensen, een van de 7 mensen. Oh ja, Vasco bijvoorbeeld. Vasco. Ja. Vasco is ook verder dan jij? Of op bepaalde plekken? Zeker verder dan ik. Ja? Ik moet je eerlijk zeggen, ik ken Vasco nog niet zo heel goed. Oh, okay. Maar ik weet dat hij een heel mooi huis in Berlijn heeft. Maar voor de rest... Ja, omdat die woning heeft nu een deel verkocht. Hij heeft weer lekker veel cash op zijn bankrekening. Kan hij ook een Lambo halen? Ja, hij heeft er alleen en hij gaat inderdaad Hij gaat nog een Lambo halen. Ja. Lambers vliegen over het rond. Ja. Maar Vasco is iemand dus waar je in dat opzicht wel goed naar opkijkt. Ja, zeker weten. Hij is ook heel chill. En het is ook, hij heeft ook zijn business heel relaxed, weet je wel. Hij houdt van avontuur, houdt van risico's nemen. En alles gaat bij hem ook gewoon goed. In dat opzicht klikt het ook wel van. Ja, kijk. Hij is als een mentor voor mij op bepaalde gebieden. Maar ik ook weer voor hem. Dus hij is bijvoorbeeld met de Millionaires Club. Ja, daar help ik hem mee. Omdat ik al wat verder ben met cursus en zo. En op vastgoed. Vastgoed en beleggen op dat gebied helpt hij mij weer. Dus mijn eerste 5 woningen die ik heb gekocht, die heb ik ook te danken aan Vasco. Dat beleggingsstrategie, dat ik nu met de aandelen bezig ben, ja, dat is ook dankzij Vasco. Dus zo helpen we elkaar een beetje. Als jij in jouw kring kijkt, dan even gaat kijken naar hoe de balans ertussen zit. Van die 5 mensen, hoeveel zitten er boven je, hoeveel zitten er onder je, hoeveel zitten er gelijk? Of 7 mensen? Boven op wat voor gebied? Waar jij nog dingen van kan leren? Ik denk dat van iedereen wel wat kan leren op bepaalde gebieden. Ja, oké, fair point, dat is zeker waar. Ja. Maar van welke mensen denk je, van deze persoon, net als Vasco, kun je echt heel veel leren. Hoeveel van zulke mensen heb je nog te zeggen? Ik kan bij hem veel leren over dat gebied en bepaalde andere dingen. En op andere gebieden kan hij weer van mij leren. Dus wie is er dan verder of zo? Er zit een goede balans in. Maar zijn al je vrienden dan zo ook? Of is het zeg maar... De meeste wel. Het is gewoon, zeker ook in businessrelatie, je moet kijken van hoe kan iemand anders jouw zwakke plekken aanvullen? Ja, eens. Dat hij ook met Sven bijvoorbeeld, hij is in een hele andere dingen goed dan ik. Ja, ik van mijn beeldvorming, ik ken Sven niet heel goed, want ik ben niet zo goed in je programma's. Dus sorry, jongens, het spijt me. Maar... Ik heb lekker voorbereiding. Ik ben goed voorbereid, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben gewoon, zeg maar qua dropship en zo, ik zit niet in je academy. Nee. Ik zit niet in ik ken gewoon qua naam en qua businessman. Ja. Maar vertel over Sven, wat is je relatie met Sven? Business? Nee, die ken ik al sinds ik 12 ben of zo, denk ik. Oh shit. En ik was eerst altijd de beste vrienden met zijn tweelingbroer Tim. En die spreekt nu wat minder, die is studentenleven aan het leven. Wel jammer trouwens, dat ik het wat minder spreek. Maar ook met Sven goede vrienden geworden en zo. En hij was de eerste in de dropshipping masterclass. De 0.1 zeg maar. Ja, de 0.1. Ja. En hij was ook de eerste die goede resultaten haalde. Okay. Dus ik zei al gelijk in het begin van Sven is iemand die gaat gewoon knallen, die gaat gewoon all in. Ja. En toen later is hij coach geworden bij de Academy. En toen dacht ik van weet je, het is leuk dat coachen, maar ik wil wel iets voor mezelf. En toen zijn we de High Ticket Academy samengestart. Oké.
Dus jullie hebben een dropshipping store of aantal webshops? Ja, ja, webshops samen, High Ticket en Low Ticket inmiddels en High Ticket Academy cursus. Hij heeft ook nog een Low Ticket Academy? Nee, Low Ticket webshop. Oh, webshop. Ja. Stomme vraag, ik weet niet of ik hem mag vragen, maar hoeveel inkomstenstromen heb jij? Je hebt vastgoed, je hebt Low Ticket, High Ticket, je hebt de cursus. Vastgoed, dat is niet heel veel nog, maar dat is wel een inkomstenstroom. Mm-hmm. Affiliate marketing, daar haal ik een paar duizend euro per maand uit. Waar gaat het in? Affiliate marketing? Ja, een beetje gekoppeld aan de cursus. Soms raad je Shopify aan of raad je andere programma's aan. Soms haal je daar wel 7000 uit of zo per maand. Nee, ja. Okay. Dus dat, Dropship Academy cursus, mm-hmm. Succesformule cursus met een iets lager pitje, mm-hmm. High Ticket Academy cursus. Low-ticket webshops, okay. Twee of zo, drie. High-ticket webshops, webshop, eentje. Ja, ja. Aandelen? Ja. In principe is het een inkomstenstroom. Ja, aandelen, klein beetje. Ja. En we zijn met de kledingmerk bezig, dat komt nog, dat is wel super lang en zo natuurlijk dat, maar dat is nu echt in productie. Okay. En dat is echt lang geduurd. Dat zijn ze eigenlijk. Maar het meeste, kijk, het zijn er heel veel, omdat het allemaal bij dingen zijn. Maar de meeste is gewoon Academy en webshops. Oké, dus dat is je voornaamste bron van inkomen? Ja, dat zijn de grootste. Dus Academy, High Ticket Academy en webshops. Daar haal je constant van. Oké, en ik kan duizend vragen stellen. Maar even over de kleding mee, dat vind ik wel interessant. Ja. Waarom? Je hebt deze kant van het spectrum en denken, weet je wel, laat ik maar even kledingwinkel bij doen. Dat is een andere business partner van mij, Thijs. Daar heb ik ook een webshop mee. Jij bent gewoon all fashion sowieso al een beetje. Lekker leuk gekleed en zo, maar... Nee, ja, ik heb echt niks met fashion en kleding. Ik snap ook echt geen reet van. Soms draag ik kleding en denk ik van, ja, het is gewoon lekker. Okay. Ik geef ook niks op merkkleding of zo. Of ja, af en toe dan... Volgens mij zag ik ergens een Louis Vuitton eigenlijk. Ja, oké, ik heb wel een Louis Vuitton. Dat zijn dingen, weet je. Die tas wou ik heel lang en die tas heb ik nu ook al een jaar. En dan koop ik een Louis Vuitton tas. Nou, prima. En een keer een accessoire, maar je ziet me niet in een Gucci trui, een Gucci broek en weet ik veel wat allemaal. Dat niet. Nee, maar af en toe wel een accessoire, dus een petje of een zonnebril of zo. Maar verder niet. Ja. Kom ik zo, vraag straks af. Maar, dus je hebt een kledingmerk opgericht? Ja, er kwam iemand naar mij toe die zei van, joh, ik heb een kledingmerk, super vet, heel veel artiesten dragen het al, dus Chief. Is dat van Novel? Of is nee, Novel? Dus heel veel over artiesten die droegen het al, dus ik zag dat, oh vet. Mm-hmm. En hij had alleen een t-shirtlijn op dat moment, mm-hmm. maar iedere artiest zei van, ja, ik wil het wel promoten en ik wil mee samenwerken, alleen je collectie moet gewoon groot. Alleen hij had geen geld om die collectie groter te maken, dus hij zei tegen mij van, ja, dit is mijn plan. Ik heb nu iemand nodig die de geld in gaat pompen en die verstand heeft van online marketing. Want hij had dat ook heel goed gedaan, doordat al die artiesten droegen, alleen zijn marketing was gewoon slecht, waardoor het niet van de grond kwam. Mm-hmm. Dus ik dacht van, nee, ik heb geld, ik heb marketing skills, mm-hmm. laten we dat doen. Oké. Okay. Doe je nog steeds al je marketing zo? Ja. Oh shit, nice. Ja. Oké. Okay. Vind ik leuk. Ja, dat is een beetje Facebook en zo is dat gekomen. En dan de vraag die iedereen zich waarschijnlijk thuis afvraagt, ja. Dat doe ik altijd verkeerd. Wat is er met jouw petten? Je draagt altijd petten. Niet altijd, man. Of het bedaar een keer. Ik weet het niet, man. Dat vind ik gewoon chill. Af en toe draag ik ook geen pet, hoor. Ik zie nooit... Bro, ik kijk vaak op Insta. Ik heb, volgens mij, als ik nu op mijn Insta kijk, is er geen één foto met jij zonder pet. Wel. Wacht even. Zeker weten wel. Ik ga het nu direct opzoeken. Nu niet eens weten. Joshua Kaats. Een pet op. Yeah. Oh shit, ja, oh, hey, okay. Je hebt inderdaad één keer geen pet op. Nee, dat is één keer in de score. Ik heb wel meer keer een pet. Nog steeds een pet. Hier. Is dat geen pet? Oh, oké. Sorry. Nee, je hebt inderdaad niet. Hier, ook geen pet. Oké. Dus die hebben ook geen petten. Gauw, het is een illusie, man. Het is een illusie, maar het lijkt zo. De petten zitten gewoon op je hoofd. Ja, maar je ziet het, ik heb niet altijd een pet op. Nee, maar is dat een trademark of zo? Van jou? Is dat hoort bij je brand? Het is uiteindelijk geworden. Ik weet veel. Ik vind het bij je passen, dat is het ding. Ik vind het ook raar om je niet... Het past gewoon bij je band. Joshua met de pet op, het is... Ja, dat is gewoon weer... Cool, ik heb volgens mij nog wel één vraag. En dan mag jij mij een vraag stellen. Oh. En dan gaan we nog wat leuks hebben over jouw Dropship Academy. Even kijken. Nee, over Dropship Academy. Jij gaat hard? Jij gaat weer hard? Ik heb vandaag al... 100k zeker. 6,5. Dat is, ik denk goed. Dat is goed. Ja, voor 10 voor 1 middags. 10 voor 1 middags is inderdaad best wel goed. Jongeman, wat vind jij van de hele Guru Game?
Er zijn overal goeroes. Hè? Iedereen wil tegenwoordig guru worden. Het is dit, het is dat. Het is... Ik vind het... ik ben natuurlijk in de periode begonnen dat er eigenlijk nog geen goeroes waren. Mm-hmm. Want Tja en ik waren toen eigenlijk de enige in onze categorie. Mm-hmm. Natuurlijk waren er wel wat oudere mensen. Wat ik nu merk is inderdaad dat heel... Kijk, wij zijn toen ook gestart uit een behoefte, zeg maar, om andere mensen oprecht te helpen. Mm-hmm. En omdat ik dacht, ja, dit is gewoon shit dat andere mensen ook moeten weten. Maar niet met als doel om guru te worden of zo. Ik wou geen dropship guru worden. Ik wou gewoon mijn shit delen, omdat ik wist van er zitten veel meer mensen vast in dat schoolsysteem die iets anders willen gaan doen. En wat je nu ziet, omdat het een beetje hot begint te worden, dat iedereen opeens guru wil worden. Die hebben dan 1 maand succesvol in business en die zie je dan in een advertentie met een gehuurde auto, weet je wel, met exact dezelfde tekst als iedereen. Dan denk ik van... Wat is dit, bro? Ja, precies. Ja. En nu vind ik het ook een beetje, als ik nu zelf ads run, dan denk ik weer van, ja, dat zie mensen mij alweer als de volgende guru, maar dat is niet zo. En je ziet er ook heel veel weer, na een paar maanden zie je weer verdwijnen, weet je wel. Dus heel veel mensen denken ook dat het een makkelijke manier is om veel geld te verdienen. Mm. Tuurlijk, met cursussen en zo kan je heel veel geld verdienen. Eens. Maar er zijn heel weinig mensen die dat doen. Mm. Er zijn meer mensen die heel veel geld verdienen met e-commerce, met SMMA en dat soort dingen, dan mensen die echt volledig... En mensen onderschatten ook de werk die erbij komt kijken, de druk die erbij komt kijken. Weet je wat het voornamelijk is? Ik denk dat het meer voldaan ding is om goed te worden. Geld is leuk, maar heel eerlijk bro, als je al dit geld niet had, heb je nog steeds al de mensen die naar je opkijken en jij kan inspireren. Ik denk heb je niks aan houden? Ik denk dat ik... Hoeveel van die Temptation mensen zie je wel niet, die dan Temptation Island? Ja, wat snap je punt niet. Ik weet niet of ik je goed... Zelfs serie snap je niet, dat is het. Ja, dat je wel die aandacht hebt en zo. Nee, het gaat niet om de aandacht, het gaat om het feit dat je mensen echt kan inspireren met iets, dat je mensen kan helpen. En dat zou mij persoonlijk veel, veel beter doen dan al het geld op de wereld. Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat daarom mensen ook, als je vanuit die intentie start en je iets te brengen, je hebt een boodschap, ja tuurlijk, weet je, doe je ding. Maar er zijn ook heel veel mensen die starten met de verkeerde intentie om goed te worden. Die denken van, ik ga nu goed worden en ik ga online cursussen verkopen, weet je wel. Want ik heb 1 succesvolle maand gedraaid met mijn business. En ik ga stukjes kopiëren uit een of andere random mindset boek of zo. Nee, zo werkt het gewoon niet. En ik zie dat zo vaak voorbij komen tegenwoordig, weet je. En iedereen doet elkaar na en zo. En ik... Ik hou daar niet van. Ik probeer er een beetje los van te staan. Ik probeer eigenlijk altijd wel een paar stappen voor te zijn. Ben je dat dan? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Lekker, ik wil altijd wel gewoon de eerste zijn in dingen en niet zo'n schaap zijn die dat dan gaat volgen. Wat is de next level voor je? Nu natuurlijk Dropship Academy 3.0. Dat is je momentele next level. Wanneer dropt die dan? Ik heb hem gisteren gedropt voor de huidige leden. Volgende week lanceer ik een webinar en dan lanceer ik hem voor het grote publiek. En daarna komt er een salespage en kunnen mensen zich aanmelden. Maar ook daarin zijn we weer aan het kijken van, ja, weet je, wat is de volgende stap? Je ziet nu steeds meer dropshipcursussen komen. Mm-hmm. Allemaal studenten van mij, ik zie jullie jongens. Ik zie jullie. Dus ja, ik ben wel blij dat de bron wel gewoon uit de academy komt, zeg maar. Wat vind je daarvan? Ik bedoel, het feit dat mensen letterlijk kopiëren, denk je dan? Nou ja, kijk, als ze gewoon hun eigen ding hebben, er zijn ook andere gasten nu bezig en die doen het oprecht heel goed, ook qua cursus ook. En ik weet, zij hebben ook gewoon een andere strategie, dus dat komt niet vanuit mij, weet je wel. Die doen gewoon, die zijn uniek, die zijn gewoon goed bezig, dat vind ik top. Maar ja, van die mensen die dan, als ik dan mensen hoor van, nee, die cursus lijkt wel heel erg op de academy, dan denk ik van, ja, weet je, dat is zo jammer. Ja, maar aan de andere kant, ja, nu zie je ook heel veel dropshipcursussen via deze manier van dropshipping. En wij zijn wel aan het kijken van, hey, hoe kunnen we nou weer een stapje verder zijn? Bijvoorbeeld High Ticket, ja, dan zijn we weer de eerste van in Nederland, weet je wel. Nu zijn we ook de Academy aan het uitbreiden met content. Ja, wij hebben zoveel ervaring en zoveel mensen geholpen en zoveel kennis in huis om dat ook weer naar de next level te brengen. Ons volgende project wordt offline. Dus ja, iedereen doet nu online cursussen, maar ik wil ook echt een offline community neerzetten. Omdat we ook hebben gemerkt van... Hoe bedoel je? Offline? Gewoon face-to-face? Ja, maar iets anders nog. Zij willen eigenlijk verschillende locaties in Nederland kopen. En dat zeg maar omtoveren als een soort van co-working space. Zodat als mensen bij de Academy komen, dat ze ook gelijk in hun buurt ergens kunnen gaan werken. En kunnen connecten met andere dropshippers. Dat ze altijd de juiste mensen hebben die bezig zijn met dropshipping. Die in zichzelf durven te investeren. En gewoon op een vette locatie. Maar en dan, betaal je dan ook om in de co-working space te zitten? Of is dat gewoon free voor de mensen die in de Academy zitten? Tuurlijk betaald. Oké. Ja, ik ga een pand kopen en dat allemaal onderhouden. Misschien geef je daar exclusieve toegang voor de mensen die in de Academy zitten. Het is ook exclusieve toegang voor de mensen die in de Academy zitten. Dus dan kan je daarin en dan moeten we qua pricing moeten we nog even kijken. We hoeven daar niet
heel veel winst op te maken of zo. Idee, het is, bro. Dit is echt wel... Ja, precies. Maar dat het gewoon offline is. Dat het gewoon een gevestigd merk wordt, zowel online. Dus mensen kunnen online dat doen. Mm-hmm. Maar ook als mensen elkaar willen ontmoeten of zo. Ja, die gaan naar een coworking space daar. En je weet gewoon, iedereen die daar zit, investeert in zichzelf. En iedereen die daar zit, die is serieus. En iedereen die daar zit, is met dropshipping bezig. Dus dat is zoiets. Ja, dat kunnen heel veel mensen nog niet doen. En heel veel mensen zullen dat ook niet doen. En daarin willen we ook weer een voorloper zijn op de rest van de markt. Dus om altijd weer te laten zien van, hey, dit is wel de shit, zeg maar, weet je wel. Mm. En we zijn niet de een of andere guru om het guru zijn. Nee. Let maar op hoeveel mensen er zometeen een supercar gaan kopen. Of hoeveel mensen de Rolexjes gaan dragen. Dus in ieder geval. En maar dat is wel zo. Iedereen is elkaar een beetje aan het nadoen. Dat vind ik gewoon jammer. Ik denk van... Nou, ik weet niet of het echt zo zin... Want mijn droom is altijd al geweest om een man te hebben. Het is niet omdat ik... Ja, nee, tuurlijk. Dat weet ik. Maar aan de andere kant, ik begrijp ook... Maar je ziet wel dat er een soort van trend is. Tuurlijk, 100%. En jij bent de trendsetter. Dus dat is wel iets om trots op te zijn. Ja, de echte supercar trendsetter is Joel Beukers natuurlijk. Oké, fair point. Nou, Joel, als je dit ziet. Nodig. Ja, maar die heeft het oprecht wel goed gedaan. Ook qua markt, die was de eerste in Nederland volgens mij die dat qua marketing goed inzet. In Amerika had je dat natuurlijk al. Mm-hmm. Maar hij is wel de eerste die dat... cursus toch? Hij doet alleen supplementen. Nee, maar ik bedoel meer qua marketing en personal brand gedoe. Ja, oké. Okay. Toen kwam meneer Bicep. En nu ben jij de derde, denk ik, toch? Nee, Kossel heeft ook een ander. Oh, oké. Okay. Maar die heeft hem nog niet. Okay, die dus... heeft hem besteld. Jij hebt hem officieel ook nog niet, hè? Ik heb hem gewoon. Je mag er niet doen. Ik loop daar. Nee, het is jokes. Heb je nog een vraag voor mij? Wat is jouw doel? Mijn doel? Dit jaar. Het is heel breed. Het is heel breed. Dan is het geen goed doel. Je doel moet heel specifiek zijn. Mijn doel dit jaar is om 1000 mensen inspireren met hetgene wat ik doe. Hoe ga je dat inspireren? Met volgers, met mensen in je cursus, met likes? Hoe meet je die 1000 mensen? Ik... Goeie vraag van jou, weet je. Ik wil, mijn intentie is om mensen te helpen met hetgene wat zij het liefste willen, op hun eigen manier. En dat is niet zozeer, zoals jij dan zegt, met een dropship academy of met een nieuw businessmodel of met dit, maar met hetgene waar ik goed in ben, communicatie naar mij en communicatie naar de buitenwereld, daarmee wil ik mensen helpen. Ik wil ze leren om zelf zo goed mogelijk te overtuigen, waardoor ze andere mensen nog veel beter kunnen overtuigen. Maar als die podcast meteen 1000 luisteraars heeft, dan heb jij misschien wel je doel gehad. Heb ik die 1000 mensen dan echt geïnspireerd? Heb ik ze dan ook echt geholpen om hun doelen te bereiken? Dat weet ik niet. Ik hoop het. Dat weet ik niet. Maar daarom zeg ik probeer het meetbaar te maken. Nou, ik zou, als ik 1000 mensen kan helpen om daadwerkelijk ook mijn cursussen aan te nemen, die in de community zitten van mij. 1000, jouw community, jouw betaalde community wordt 1000 leden dit jaar. Ja, dat is het grote doel. Mooi. Ja? Nou, voor de rest, Josh, ik dank je echt enorm voor je tijd. Super tof. Ja, jij bedankt voor alle goede vragen en het goede interview. Ik denk dat het een best wel lange podcast is geworden. Het is inmiddels 1 uur. Ik heb geen idee hoe lang. We hebben om 11 uur afgesproken. Nou, we zijn niet op 11 uur begonnen. Nee, sterker nog, ik was er ook niet om 11 uur. Hij kwam heel hard aanrijden in zijn Ferrari om even te laten zien wat voor mooie auto hij heeft. Ja. Maar, nou, we hebben dinsdag gerapt trouwens. Oké. Daar hou ik aan. Maar er zijn rode... Ik mag niet zeggen welke kleur het is natuurlijk. Welke die kleur die nu is? Nee, niemand weet waar we het over hebben. Oh, die nieuwe kleur. Nee, dat moet ik nog niet vertellen. Nee, volgens mij zei ik het al. Groen, paars, paars, blauw. Paars, rood. Alle dingen. Rood wordt hij. Rood. Ja, oké, rood. Geel. Geel. Blauw. Wat is het nou? Okay. Jongens, dank jullie wel voor het luisteren, voor het kijken. Als wanneer je het online trouwens? Echt goede vraag. Wanneer heb jij geëdit? Ik geëdit? Hoezo? Jij hebt het toch hier? Jij had toch een foto van een gespierde man ertussen inzetten? Ik weet niet wat je... Hoezo moet ik het editen? Nee, oké. Okay. Je nodigt mij uit op jouw podcast, de eerste succespodcast, en ik moet het editen. Zo werkt dat niet, vriend. Ik probeer het al te delegeren, zie je dat? Nee. Wow. Wanneer komt online? Ja, ik denk snel, we gaan dadelijk even naar huis. Ik ga... Als jij het nou editen en naar mij stuurt, dan ga ik hem uploaden. Ja, oké, doe het voor. En dan, doe het vandaag editen en dan morgen online. Oké, bedankt baas. Is goed. Ik zou het best doen. Nee, komt goed. Dus man, sowieso de eerste keer dat ik je al zag bij Succesvermoeden. Ja. Ik dacht echt, de arrogante kwal. Hoezo ben ik een arrogante kwal? Nee, ik dacht echt... Ik reageer op al mijn DM's. Wacht, even. Voordat ik je überhaupt in real life zou, dacht ik, dit gaat echt een arrogante kwal zijn. Nee, maar natuurlijk niet. Maar bro, je vibe zo heerlijk. Ik had nooit verwacht dat je zo'n vibe mee had. Iedereen zegt dat, maar ik snap ook niet waarom mensen denken dat ik een arrogante kwal. Ik praat met iedereen. Ik ga bro, met, je koopt ik speel een Lambo, PlayStation met elke volger, weet je wel. Je koopt een Lambo en een Ferrari, draagt Louis V, loopt een beetje... coole foto's te maken. Ik bedoel, nu ik ja, maar ken, ook met die Lambo en die Ferrari. Ik vind het leuk om dat de mensen te delen, weet je wel, met ze mee te nemen en zo. Dat is niet... Ik begrijp je nu. Ja. Ik snap je daar niet van. Maar ik bedoel alleen te zeggen, weet je, voor de buitenstaander was het wel eventjes... Ja, dat kan. Je maar gaat komen. Daarom moet je hem ook gewoon ontmoeten. Dat is beter. Dus kom naar zijn volgende live event en dan zie je daar. Ciao, ciao.